Den Haag hoopt op ommekeer tegen Heracles Almelo. Keeper Luc Koopmans, ADO's hoop in bange dagen. Scheveningen heeft een turbo als linksback. En Joop is er. Vandaag ben ik op de Haagse Markt en ik heb mijn grote vriend meegenomen. De enige echte, Sinterklaas. Dag kijkers, hallo. Dag Joop. Hallo allemaal. Hallo. En we gaan er een leuke middag van maken, Sinterklaas. Dus blijf lekker kijken, dadelijk in de ruimte met buit. Blijf kijken, hè? De ruimte met buit. Ja. Is het goed zo? Ja, ik denk het wel. Dag allemaal, het zijn zware tijden voor ADO Den Haag. De stand op de ranglijst, ADO staat 1 na laatste in de Eredivisie, is daar het treurige bewijs van. Maar ook al zijn de wolken nog zo donker boven het Karsteen Stadion, er zijn altijd lichtpuntjes. En zo'n lichtpuntje staat sinds wedstrijd 7 van dit seizoen onder de lat bij ADO. En met succes, 26 jaar is hij, 1,90 meter lang, opgeleid door PSV. Daar keept hij voor jong PSV. En hij kwam ook nog uit voor Top Os en MVV. En nu nog gehuurd van PSV, maar ADO ziet toekomst in de Brabander. Want legde hem voor de komende 3 jaar vast. En dat het vertrouwen groot is, blijkt wel. Want je speelt niet zomaar de hondstrouwe clubkeeper Robert Swinkels uit de basis. Luc, welkom. Dank je wel. Want zo is het wel. Nou ja, op dit moment wel. Robert heeft een blessure gehad en kwakkerde daar een tijdje mee. En dat was de reden dat ik de kans heb gekregen. En, maar hij is nu weer fit. Hij is nu fit en ik heb die kans gepakt. En tot nu toe blijf ik staan, dus dat is mooi. Ja, nu is het over het algemeen een slecht teken als een keeper opvalt. Nou ja, een keeper kan altijd opvallen, denk ik. Maar, in het geval van ons is het wel een slecht teken. Want, we geven de laatste wedstrijden wel veel kansen weg. Ja, maar is dat ook lekker voor jou in deze situatie? Even afgezien van de resultaten, maar voor jou persoonlijk? Ja, het is een beetje dubbel. Want voor mij persoonlijk is het natuurlijk wel goed dat ik me kan laten zien en dat ik me laat zien. Het zou wel heel lekker zijn als we de komende wedstrijden nog wat punten gaan pakken. Ja, maar als we dan kijken naar die laatste wedstrijd tegen Willem II. Eindigt in 3-3. Pak je dus een resultaat op de valreep, dan is het toch extra lekker. Als je ziet hoe jij daar gekiept hebt. Ja, klopt. Als je dan nog die 3-3 maakt, dan haal je ook nog resultaten in die wedstrijd. Terwijl die wedstrijd al lang gespeeld had kunnen zijn. En dan geeft dat natuurlijk wel. Dan zien mensen het extra en dan krijg je wat extra complimentjes. En dat is dan wel lekker. Ja. Als je jezelf moet omschrijven, wat voor soort keeper ben jij? Want je hebt nogmaals, het is voor het eerst dat je in de Eredivisie pas keept. Je bent 26. Ja, dat klopt. Maar ik heb natuurlijk al wat wedstrijden op het tweede niveau gespeeld. En nu de eerste keer in de Eredivisie. En dat was wel op zich wel een spannend moment. Ik voelde wel dat ik er klaar voor was. Wat voor soort keeper ben ik? Ik denk dat ik een redelijk rustige keeper ben. Tenminste, rustig oog vanuit de buitenkant. Ik probeer eigenlijk in alle facetten wel goed te zijn. En ik denk ook niet dat ik echt iets heb waar ik echt slecht in ben. Maar alles is nu wel voor verbeter vatbaar. Maar zoals je tegen Willem II hebt gezien, ben ik denk ik misschien wel het beste in de 1 tegen 1 als iemand alleen maar afkomt. Dat wilde nou net even laten zien, want het viel ons op. En onze collega Jim met name, die is keeper. Hij zegt, je moet eens opletten hoe die uitloopt. Hij blijft dan stilstaan. Leg eens uit, wat doe jij? Jij loopt uit, maar je loopt niet door op die speler. Nee, op een gegeven moment dan moet je blijven staan. En, een speler komt op je afgelopen en heeft de tijd om een keuze te maken. En voor mij is het dan eigenlijk belangrijk om zo lang mogelijk te blijven staan. Want dan laat ik hem die keuze maken. En als ik al trap in de schuimbeweging van hem en op de grond ga liggen, dan heeft hij altijd een hoekje om hem in te prikken. Ja, maar daar heb je wel succes mee. Hoe moeilijk is het om die rust te bewaren op het moment dat ze echt stil blijven staan? Ja, dat is veel trainen. Ja. En de goede uitgangshouding houden, zodat je altijd nog kan reageren. En daar trainen we ook veel op en heb ik al veel op getraind. En, gelukkig dat het nu ook goed uitpakt in wedstrijden. Ja, maar dit zie je niet alle keepers doen. Je ziet toch vaak keepers dan toch al een keuze maken naar een hoek of meer nog richting die speler gaan? Ja, klopt. En dan ziet het er vaak uit van de keeper kan er niks aan doen. Ja. Maar juist als je deze ballen pakt, dan kun je je onderscheiden in een wedstrijd, denk ik. En dit zijn de lekkerste, hè? Ja, tuurlijk. Ja, 1-op-1 ballen zijn. Ja, als je die pakt, dan... de meeste mensen tellen ze al, dus dan is het al... Die wedstrijd tegen Willem II, daar zat nog veel meer in. Gaan we straks nog wat beelden van zien, want dat was een goede wedstrijd van je, die laatste. Jim, maar er wacht alweer een volgende wedstrijd. Ja. Elke week is die belangrijk, hè? Zeker, maar toch ging het ook vandaag weer over die wedstrijd tegen Willem II. Een hele slechte eerste helft. En dan een tweede helft waarin je uiteindelijk een punt pakt door het doelpunt van het jaar. Rumoer op de tribune, spandoeken. Kortom, er werd vandaag over heel veel gesproken tijdens de persconferentie. Onder andere over de onvrede van de supporters. Als je steeds natuurlijk hoort dat je niet kan investeren. Hoe moeilijk is dat? Wij hebben met dit misschien wel 20, 30 spelers gesproken die dan wat kosten.
Als dat niet kan, dan, dan is dat natuurlijk niet zo makkelijk in de functie waarin wij zitten. En natuurlijk begrijpen wij heus wel dat de pijlen dan naar de trainer gaan en naar de technisch manager. Maar begrip krijg je nooit in topsport. En kritiek mag, hè, want de stand op de ranglijst liegt niet. Maar het is natuurlijk niet zo eenvoudig als de buitenwacht denkt. En geef een hele grote tas met geld. En het leven ziet er een stuk aantrekkelijker uit. Zie Willem II, zie Zwolle, zie clubs als Groningen. Ja, daar worden gewoon miljoenen geïnvesteerd. Nou, de situatie is bij ADO niet zo. Ja, ook onder de spelers werd er deze week gesproken over de onvrede op de tribune. Ja, natuurlijk heb ik daar een gevoel bij. Maar als ik mijn gevoel ga uitspreken, dan... dat is gewoon dat niemand van buitenaf weet wat er binnen een club gebeurt. Het is allemaal heel makkelijk praten van buitenaf. Dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Maar ja, het is moeilijker en het is anders dan dat je denkt. Deel je dan wat er op het spandoek staat? Maar welk spandoek bedoel je? Grote schoonmaak van as uit. Nee, dat deel ik niet, absoluut niet. Nou ja, grote schoonmaak. Tuurlijk mag daar best wel binnen de club wat gebeuren. Want zolang ik leef is het al hetzelfde binnen de club. Gaat het al op dezelfde manier binnen de club. Tuurlijk mag daar iets veranderen. Maar dat mag absoluut niet ten koste gaan van Jeffrey, zeker niet. Ja, Jeffrey is daarin Jeffrey van As. Duidelijke taal van Lex Immers. Dit zijn de vermoedelijke elf tegen Heracles. Op doel Koopmans, achterin Malone. Hij keert terug naar een schorsing. Beugelsdijk, Pinas en Meijers. Het middenveld met een nieuwe naam. Haaien, Gozes met de punt naar achter. En Immers, dat is het middenveld ervoorin. Somerville, Valkenburg in plaats van Hooijen. En de man die twee keer scoorde, Neesiet, zal weer starten in de punt van de aanval. Deze elf moet het gaan doen tegen Heracles. Dankjewel. Dit staat natuurlijk te volgen op Radio West. Wat vind je van de kritiek van het publiek? Je hebt die spandoeken denk ik ook gezien de laatste wedstrijd. Ja, kijk, als je 17e staat met ADO, dan is het logisch dat er kritiek komt. En ik denk dat wat de trainer aangeeft, dat het voor ons niet makkelijk is om beter resultaat te halen. En we doen er elke dag stinkend ons best voor om te sleutelen aan ons... aan onze tactiek en onze speelwijze. En we zijn elke dag mee bezig en proberen bij elkaar te blijven. Maar merk je ook dat de trainer niet zo heel veel kan? Hè? Want dat gaf hij aan. Ja, er is geen geld. Dus ja, je kunt gewoon niet zoveel. Dit is het. Deze spelers, daar moeten we het mee doen. Ja, dat is ook zo. Ja, op dit moment zijn dit de spelers waar we mee moeten doen. En natuurlijk, vorig jaar zijn twee bepalende spelers vertrokken. Ja. Coyote, Becker. Ja, en op dit moment hebben we daar nog niet echt een oplossing voor gekregen om dat op te lossen. Nee, daar zeg je natuurlijk wel iets mee wat toch wel pijnlijk is. Dat die oplossing er niet is, terwijl je nu al zoveel wedstrijden onderweg bent. Ja, dat klopt. Omdat we nog niet echt spelers hebben gehaald die dat kunnen opvangen. En nu zijn we aan het zoeken een andere manier om doelpunten te maken. En dat gaat gewoon nog niet zo makkelijk. Nee. Ja, als je dan ziet, komen we even op die... Straks gaan we ook nog naar de reddingen van jou kijken. Maar even de tegengoals in die wedstrijd tegen Willem II, hoe die vallen. Ja, dat is dan toch ook wel... Ja, nou ja, zeg zelf maar wat hier gebeurt. Ja, hier komt een redelijk rotschot in de lange hoek. En dan wordt er niet gedekt. Maar hier stappen we zomaar uit. En krijgt hij alle tijd om in te schieten. Deze wedstrijd was verdedigend wel heel matig, hoor. Ja, want je zegt inderdaad, een stap niet uit, wordt niet gedekt. Ja, hier wordt ook op 2 meter gedekt en wordt die verrichting veranderd in de andere hoek. Ja, dit heeft wel ook met felheid te maken. En niks met het voetballende gedeelte. Eigenlijk onnodig dus eigenlijk dat deze goals vallen. Ja, zeker. Ja, kijk, wij geven hun de keuze om een aanval op te zetten. Want wij stappen zomaar door, terwijl dat niet hoeft. En er vallen ruimtes achterin waar hun in kunnen lopen. En met simpele loopacties zo voor de keeper kunnen komen. Hoe kun je dat in een volgende wedstrijd voorkomen, dit? Nou, hier hebben we deze week wel goed naar gekeken. Ja. Ja. En wat ik net zei, we stappen zomaar uit. En als we worden uitgespeeld op middenveld, dan moeten we als verdediging nog niet zomaar uit gaan stappen naar die man toe. Maar dan moeten we het juist proberen om op te houden, zodat de rest kan terugkomen. En daar hebben we over gesproken en de onderlinge afstanden moeten gewoon beter zijn. En hopelijk gaat dat morgen beter. Zo is het. We gaan straks, ik beloof je, ook nog naar jouw reddingen kijken. Ja. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Ja. Eerst eens eventjes naar Herman. Er staat ook weer een mooie weekend top amateurvoetbal voor de deur. Dat altijd. Maar ik wilde vandaag even niet vooruitblikken, maar terugblikken op wat voor mij eigenlijk het mooiste moment was van het afgelopen weekend in de tweede divisie. Het moment komt uit de wedstrijd tussen Excelsior Maassluis en Scheveningen. We zitten in de 14e minuut. De linksback van Scheveningen, Nigel Nwanko, die stuift er werkelijk vandoor. Het lijkt wel alsof iedereen om hem heen stilstaat. De turbo gaat er even op. Nou, het levert allemaal geen goal op, helaas, voor Scheveningen. Maar toen ik dit zag, moest ik opeens denken aan een film.
Ken jij Forrest Gump? Nee. Ik heb een filmpje voor je. Let op. Run, Forrest, run! Ja, blijf maar doorrennen. Wel een beetje herkenbaar dit, hè? Ja, zo een beetje herkenbaar, ja. Run, Forrest, run! Nou, denk ik dat jij de snelste speler van de tweede divisie bent. Heb jij enig idee wat je op de 100 meter loopt? Nee, ik heb geen idee. Ik weet ook niet of ik de snelste ben, dat weet ik ook niet. Wie zou er sneller zijn? Nou, ik heb geen idee ook, weet ik niet. En weet je waar die snelheid vandaan komt? Nee, weet ik ook niet. Nee, dat weet ik ook niet. Het is niet iets waar jij specifiek op traint? Nee, het is niet iets wat ik specifiek op train. Ik heb het gewoon gekregen. Hebben ze jou al een bijnaam gegeven? Nee, nog niet echt. Wat zou nou een mooie bijnaam voor jou zijn? Ja, ik had wel van de oude trainer de naam Diesel. Dus misschien kunnen ze me zo noemen. Turbo Diesel dan? Turbo Diesel. Dat is mooi, Turbo Diesel. De Turbo Diesel dus van Scheveningen, Nigel Nwango. En we zagen de arm om de schouder. Die arm was van trainer John Blok. Sinds 2009 is hij onafgebroken de trainer van Scheveningen. Eerder was hij al een langere periode, stond hij aan het roer bij de Scheveningen. Zijn contract loopt in principe door. Toch worden er gesprekken gevoerd tussen hem en het bestuur. En dat gaat natuurlijk over de toekomst. Ik zit hier niet voor niks al zo heel lang. Ik heb nog uitstekend naar mijn zin. We zijn wel in gesprek hoor, met elkaar. Wat gaan we doen? Wat willen we? Wat wil de club? Dat lijkt me ook niet onbelangrijk. Slaat het nog steeds aan bij de spelers? Daar moet je wel vast naar kijken. En de definitieve beslissing zullen we denk ik nemen als we straks klaar zijn. Maar goed, de intentie is wel om eruit te komen met elkaar weer. Ja, morgen speelt Scheveningen tegen de nummer 2, dat is IJsselmeervogels. Het is allemaal te volgen in Zuid-Holland Sport op Radio West vanaf 2 uur morgenmiddag. Zondagavond natuurlijk de beelden in TV West Sport. Dankjewel. Luc, jij op je 26e, we zeiden het net, breek je dan eindelijk zeg ik er maar bij door in de eredivisie. Terwijl je al zo lang kiept, hè? Jong PSV vooral ook. Daar zit wel een verhaal aan vast, hè? Waarom je misschien toch niet eerder die stap hebt kunnen maken. Ja, ik heb toen ik bij PSV kwam meteen wat lelijke blessures gekend. Schouder? Uit de kom? Ja, eerst een peesblessure aan mijn schouder, waardoor ik echt een half jaar uit was. En daarna mijn schouder uit de kom, wat ook echt op het verkeerde moment kwam. Want je stond op het punt om... Nou ja, ik was eigenlijk dat seizoen, 2 seizoenen geleden, werd ik tweede keeper achter Jeroen Zoet. Jeroen Zoet, ja. En toen de laatste wedstrijd voor de competitie begon, raakte mijn schouder uit de kom. En toen was eigenlijk het seizoen al over. Toen heb ik in maart pas weer mijn rentree gemaakt en een paar wedstrijden nog gekiept bij Jong PSV. En toen was wel het seizoen daarna de bedoeling om een jaar te keepen. En toen heb ik een goed seizoen gekiept bij MVV. En zodoende kwam ADO. Maar zo kan een carrière dus lopen, ja. Dat je gewoon wat later... Ja, je hebt soms wat tegenslagen, maar ik denk dat ik ook wel sterker van ben geworden. Ja. En zo loopt het. En toen kwam je bij ADO, maar dat ging ook niet zonder slag of stoot. Hè? Dat heeft heel lang geduurd. Je hebt heel veel geduld moeten hebben voordat het contract eindelijk getekend was. Ja, het heeft dus geduurd. Ja, dat, ik werd er zelf tot irritatie, ook, hè? Ja, ja, ik werd er zelf ook ziek van. Ja, ja. Want ik wist dat de interesse er al lang was en dat de clubs wel uit zouden komen. Maar dat heeft even geduurd. En uiteindelijk ben ik pas volgens mij na 4 wedstrijden de competitie was bij ADO gekomen. Want het gevolg was dat je bij PSV op de bank zat in de wedstrijd tegen ADO dit seizoen. Ja, klopt. Dus zat ik op de bank. Ja. Bij PSV wel te verstaan. Ja, ja, zo kan het gaan. Goed, hoe zie je dan nu je toekomst? Wat is jouw plan? Want je bent dit jaar hier bij ADO op huurbasis. Daarna heeft ADO je gekocht voor 3 seizoenen. Ja, klopt. Wat wil je bereiken nog? Nou ja, mijn doelstelling was als eerste om vaste keeper bij ADO te worden. En dat is nog steeds mijn doel voor dit seizoen. Ik wil iedere wedstrijd keeper dit seizoen en daarbij een stabiele indruk maken. En, ja. Dat doe je wel, want daar komen ze. Ja. Je reddingen tegen Willem II. Vertel het maar, mag je ook even commentaar bij geven? Dit? Nou ja. Ja, deze, een beetje mazzel ook dat hij me overschiet. Ja, maar wel door jouw inbreng mag ik ook aannemen. Oh, dit is weer zo'n 1-op-1, hè? Ja, gewoon blijven staan. Ja. Nou, deze kon ik een klein tikje meegeven zodat hij op corner werd en niet terug het veld in kon. Hoe lekker is dat? Als je hem zo raakt? Ja, prima. Ja? Ja, kijk, je kunt hem goed verwerken zo, zodat hij corner komt en niet terug het veld in gaat. Want je zag bij de eerste goal, die bal komt in de lange hoek. En ik heb hem daar niet klem vast en dan komt hij meteen terug het veld in. En dan, als dan de verdediger niet de man dekt,
dan zit hij erin. Dus ja. Ja, deze was iets makkelijker om dan te verwerken naar een corner. Goed, Lex Immers die zei net ook op de persconferentie, dat hebben we niet in de uitzending gehad, maar ja, zonder Luc Koopmans was het waarschijnlijk 8-3 voor Willem II geweest afgelopen weekend. Ja, ze hebben genoeg kansen gehad volgens mij. Dus ja, het is gewoon heel lekker dat ik me heb kunnen onderscheiden. Ja, dat het goed gaat. Maar hoe gaat het nu verder? Want jullie spelen nu een lastige uitwedstrijd tegen Heracles. Ja. Daarna volgen nog twee thuiswedstrijden tegen Twente en Groningen en dan Ajax uit. Hoeveel punten gaan jullie halen in die? Dat is altijd lastig voorspellen, maar ja. Ja, het is echt lastig voorspellen, want tegen de betere ploegen spelen we vaak best aardig. En tegen onze concurrenten onderin eigenlijk hebben we verloren. Dus voorspellen is lastig, maar het is gewoon elke wedstrijd. Kijk, we hebben tegen Willem II ook een tweede helft best goed gespeeld en een eerste helft matig. Tegen Fortuna speel je ook een eerste hele matige eerste helft en dan weer een tweede helft goed. Dus we zeiden ook vanuit tegen elkaar, hoe kunnen we nou zo voor elkaar krijgen dat we gewoon echt twee helften goed spelen? Want dan haal je echt resultaten. Ja, en wat is dan het antwoord daarop als jullie jezelf die vraag stellen? Nou ja, wat is dan het verschil tussen de eerste en de tweede helft vaak? En dan voetballen vaak meer met wat opportunisme en veel tweede ballen winnen, duels winnen. Ja, daar begint het toch mee. Ja. En je ziet als we echt een spel willen maken dat we daar wel een beetje moeite mee hebben. Mm-hmm. Dus we gaan het zien morgen. Hebben jullie ook afgesproken, ook gezien nu de vorm van Nesit in de laatste wedstrijd, om toch eerder die lange bal te spelen in de komende wedstrijd? Nou ja, Nesit is wel het gevaarlijkste in de 16. En als wij in gaan zakken en rond de middenlijn gaan spelen, ja, dan heb je niet zo heel veel aan Thomas. Mm-hmm. Dus dat hebben we ook besproken. En je zag het ook tweede helft tegen Willem II. Als we dan wat meer opportunistisch gaan spelen richting Lex, richting Thomas. En dan van de zijkant te bedienen. Dus dan... Dan maken we kans. En als we het dan achterin ook wat beter voor elkaar hebben, dan... Met een glimlach. Dat is wat je net aangaf. Ja. Het zou fijn zijn. Ja. Je bent op en top Brabander. Je woont nog steeds in Os. Maar je houdt ook wel van Haagse humor, hè? Want we hadden het net over Joop Buit. Over men? Over Joop Buit. Onze Joop hier. Ja. Mooie vent. Mooie vent, dat kan je in Brabant wel waarderen. Ja, dat klopt. Ik zei het tegen mijn vriend, ik zit straks hier in de studio. Toen zei ze van, Joop, die kennen we wel. Dus in Brabant wordt hij ook gewaardeerd. Nou, kijken dan. Joop. Zo, dat valt nog niet mee, hè, het leven van Sinterklaas. Godverdomme. Klote zo. Kleren zo. Cholera. Trap. Hè? Sinterklaas. Ja, Joop. We zijn er op de Haagse Markt, eindelijk. Geweldig, geweldig om hier te zijn. Ik heb hartstikke veel cadeaus mee. Ah, mooi man. Hallo mevrouw. Dag mevrouw, en die gaan we uitdelen. En dan gaan wij lekker de Haagse Markt. Ja, kom. Kan jij me een beetje helpen vandaag? Ja, natuurlijk. Oké. Ja, Youssef. Hè? Leuk. God, vind je Sinterklaas zo eng? Oh. Ja. Dag meneer Bert. Ik ben blij dat je weer uit Spanje bent gekomen, hoor. Moet ik die staf vast houden? Ja, Bert, hou jij die staf even vast. Ja, we gaan even kijken wat... Niet die andere staf, hè? Wat ik allemaal voor jullie... Nee, Bert. Niet die andere staf vast houden. Lukt het, Sinterklaas? Jawel. Kijk, Bert en Nel. Oh, wat leuk. Oh, jee. Een onderbroek. Ja. Oh, is het XXL? XL. Voor Bert, kijk eens. Lekker voor in de winter. Heerlijk. Bert. Hij reikt mij en dat kleine dingetje van mij kan er wel in zitten. Want hij is nou naar binnen geschoten. Jezus. Zou die staan? Ik denk dat het heel spannend wordt vanavond. Oh jee. De zak van Sinterklaas. Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas. Oh jongens, wat een baas. Bert, stuur je wel een foto toe vanavond? Ja. Ik stuur hoe het een staat? Foto. Hoe het staat? Ja. Dan hebben jullie er gelijk geen kijkers meer. Sinterklaas heeft ook Facebook. Ja. Hallo. Lekker, Sinterklaas. Lekker man. Heerlijk, hè, Natuurlijk, foto, ja. Ik word helemaal gek van die Sinterklaas, man. Komt geen eind aan, hè, Joop? Nee, we lopen nou even door. Kom, we gaan naar Ronaldo en de Gera. Ah, ja. Daar heb ik op gewacht. La Gera, ja, hallo. Dag, Sinterklaas. Daar is Sinterklaas. Hallo. Ronaldo en La Gera. Ah, dat vind ik heel leuk. Dat gaan we gelijk even pakken. Ja, even. Kijk eens. Kijk eens. Zo, een bestuurbare auto. Voor de kleine man. Voor de kleine. Dank u wel, Sinterklaas. Voor jullie zoon. Ja, dat is heel lief. Sinterklaas. Is dat wat? Anders hebben we nog iets. Dat hij lekker zoet is. Kijk eens. Ja, is dat zo? Oh, ja, lekker zoet? Ik ben ook lekker zoet, hoor. Ja? Daar heb ik van gehoord, ja.
Dank u wel, Sinterklaas. Ja, dank u wel. Gaat u... Kunnen we lekker kleuren, schat? Hey. Ja. Zo, Joop. Ja, Sinterklaas, heerlijk zo, hè, zo'n dagje. Eindelijk is iemand die populairder is dan jij. Ja, dat gebeurt wel vaker, hoor. Sinterklaas, Mo is er niet. Ik zie het, zeg. Is Mo ontslagen? Zal ik u laten zien wat we hebben gekocht voor Mo? Kijk eens even. Omdat hij zich al zo op staat te winden. Oh ja, moet ik die ook even openmaken? Kalmeringstabletten, ja. Die heb je nodig. Ja. Dan brengt u het wel naar Mo toe? Het komt aan, het komt aan. Oké, super. Hij is een beetje los. Oh, mijn snor is los. Moet Sinterklaas maar weer weggaan? Ja, dat dacht ik al, ja. Ja. Hey, ouwe. Ja, ja. Ouwe, kom nou, loop even door, man. Ouwe? Ja. Die markt is wel groot, hè? Ja, is heel groot, ja. Richie is een rapper. Richie? Richie is rapper. Oh ja, die kan er niks van, geloof ik, hè? Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar echt goed is hij niet, nee. Dag Richie. Ja, natuurlijk. Dag Sinterklaas. Dag Richie. Wat leuk jou weer te zien. Ja, goed je te zien. Dat is lang geleden. Ja, dat is weer een jaartje geleden. Vorige keer was je nog, hè? Dat is dat ik jou zag. Kijk eens, een microfoon. Ah. Nou, Richie. Doet hij het? Doet dit. Hij doet het. Hij doet het. Fantastisch. Dankjewel, Sinterklaas. Ik hoop dat je heel veel succesvolle nummers zult uitbrengen. Ja, hè? Ja, het komt zeker goed. Met deze microfoon moet ik wel bekend worden. Dat dacht ik al, ja. Sinterklaas, gooien, jongen. Dag, Richie. Hey! 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 Dag, Sinterklaasje. Dag, 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 dag. Ja, Sinterklaas en Joop. Luc, tot slot. Weet jij wanneer ADO voor het laatst won bij Heracles? Ik kan me voorstellen van niet, want je bent hier nog maar net in Den Haag. Dat is in 2012, lang geleden. Dat is lang geleden. Dus jullie hebben wat te doen. We hebben een hele zware klus. Dat was toen met Jens Toornstra en Charlton Vicento. Zij waren de doelpuntenmakers. Okay. Dus het wordt weer eens tijd. Ja, het wordt zeker tijd. Ja. Nou, het zou mooi zijn. Welkome punten zouden dat zijn. Hè? Ja, ze zijn heel hard nodig. Ja. Ja, goed. Ik wens je veel succes daar. Dank je wel. En sowieso dit seizoen. Maak er wat moois van. Dan hebben wij er ook wat aan. Ja, dank je wel. Ja? Okay. Dank je wel voor je komst. Luc Koopmans was dat. Goed, tot zover. Morgenmiddag op Radio West. Uiteraard Zuid-Holland Sport. En s'avonds Heracles Almelo tegen ADO Den Haag dus. En zondagavond om 8:00, zoals gebruikelijk, TV West Sport. Met daarin alle hoogtepunten van het top amateurvoetbal. Maak er een mooi weekend van.